Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over een bijzonder voetbaltoernooi op de La Salle. We gaan praten met striptekenaar Ralf Dikmans en hij gaat alles vertellen over zijn passie. Bootcamp, wat is dat nou precies? En de schijf van vijf. We willen natuurlijk deze zomer er weer strak uitzien, dus daar gaan we alles over te weten komen. Het is dinsdag 29 maart. Welkom bij een spiksplinternieuwe Dommeland Live. Ja, ik heb drie bijzondere gasten bij mij op de bank zitten. Ze stonden al bijna in alle kranten. Op social media waren ze volop te zien. En 6 mei zitten ze zelfs bij onze collega's van Koffietijd. Maar eerst gaan we praten over een heel bijzonder voetbaltoernooi. En hoe je nou exact hero gaat worden. Rick Santegoets, sportdocent op de La Salle. Ja. En Tigo en Peter, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Rick, om met jou te beginnen. Jij bent sportdocent, dus jij zorgt... denk ik voor een gezonde levensstijl op de La Salle. Ja, dat klopt helemaal, inderdaad. De hele leefstijl bevorderen of in kaart brengen op La Salle, dat valt onder andere onder mijn takenpakket. Dus jij geeft de gymlessen? Voor de jongeren die het extra beweging kunnen gebruiken, daar geef ik de gymlessen aan. Vooral 1-op-1, 1-op-2 gymlessen. De echte klassikale gymlessen, dat komt neer bij de Michaelschool, bij de gymdocenten zelf. Echt voor de jongeren die het kunnen gebruiken. Daar geef ik de gymlessen aan. Ja, ja. Veel mensen is waarschijnlijk niet ontgaan. Hè? Afgelopen donderdag is Johan Cruijff helaas overleden. Ja. Jullie hebben op de La Salle een Johan Cruijff-koord. Ja. Voor de mensen die thuis niet weten wat het is, kun je dat uitleggen? Ja, een Cruijff-koord is een trapveldje, zoals ze het zelf noemen. Nogal een luxe trapveldje met kunstgras en een hekken eromheen. Voor in de wijk. Wij hebben dan het geluk dat het bij ons op het terrein is gesitueerd. Mm-hmm. Maar de bedoeling van de Cruijffkoortjes is om meer jongeren naar het Cruijffkoord te trekken in de hele wijk. En in ons geval dus op het internaat daar meer beweging te bevorderen. Dus het is ook bedoeld voor de mensen die niet op de La Salle zelf zitten. Ja. Die mogen daar ook... Die zijn van harte welkom. Echt waar, ja? Ja, ja, ja. Mits ze zich natuurlijk gedragen. En dan zijn ze van harte welkom. Ja, ja, en op dat koord organiseren jullie een prachtig voetbaltoernooi. Ja, klopt. Voor wie is dit voetbaltoernooi exact bedoeld? Dit voetbaltoernooi is het 6-tegen-6 voetbaltoernooi vanuit de Johan Cruijff Foundation. Mm-hmm. En dit voetbaltoernooi is voor alle jongeren van 10 tot 12 jaar. Met een uitloop tot 13 jaar, die krijgen dan dispensatie. Dus dan moet je denken aan groep 7, groep 8. Ja. Voor alle basisscholen, speciaal onderwijs, noem het maar op, in de gemeente Bokstel. Die mogen deelnemen aan dit toernooi. Maar is het bijvoorbeeld, als je zegt basisscholen, doen er alleen maar basisscholen mee? Of is het ook van dat als jongeren een groepje zelf hebben, kunnen ze zich dan ook inschrijven? Nee, dat is niet de bedoeling, want het is uiteindelijk een landelijk toernooi voor basisscholen. Want na het winnen van dit toernooi kun je een traject in dat je zelfs naar het NK of het WK kunt gaan. Ja. Echt? Ja. Ja, dat meen je niet. Ja, vorig jaar was het Je zegt landelijk, hoe zit dat in hoe gaat het in zijn werking dan? Je hebt bij jullie het toernooi en dan? Ja, nou wij hebben, dat heet dan de stadsfinale. In ons geval misschien een dorpsfinale, Boksel. Nee, een stadsfinale. Stadsfinale. Klinkt stoer. Na de stadsfinale wordt er een kwartfinale georganiseerd. Dit jaar even uit mijn hoofd in Oosterhout. Ja. Dan, dat is een regiofinale. Ja, dan... Voor Brabant. Voor Oost-Brabant, geloof ik. Mm-hmm. Die gaan, het klinkt raar, maar die gaan dan weer de kwartfinales in Oosterhout spelen. Win je daar, ga je naar de halve finale. Win je daar weer, ga je naar het NK. Het NK is dit jaar in Eindhoven. En win je daar weer, dan ga je zelfs internationaal. Dan wordt in alle landen waar Cruijffkoorts liggen, wordt ditzelfde concept uitgerold. En alle kampioenen komen nog één keer tegen. Zo vliegen ze allemaal naar Camp Nou toe in Barcelona. Het is 2 jaar geleden even, moet ik niet vergissen, was het in Rio's in Spanje. Ja. En dan op kosten van de Cruijff Foundation ga je het winnende team gaat daar, ik geloof 3 dagen naartoe om... internationaal te mogen voetballen. Even voor mijn beeldvorming, hè, want het klinkt prachtig. Wat is exact het doel? Wat is de doelstelling achter zo'n toernooi eigenlijk?
meer jongeren in beweging brengen. Dat is de grote doelstelling. Ja, zeker weten. Oké. En ik heb ook iets gehoord dat je... We hebben er twee bij ons op de bank zitten vanavond. Ja. Twee echte heroes. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat is een hero precies? Hoe kun je het worden? Nou, een hero, het zijn vooral mijn heroes. Want ik heb dit voetbaltoernooi eigenlijk maar voor een klein stukje georganiseerd. Grotendeels is uit handen genomen door de heroes. In dit geval heb ik er twee meegenomen. Maar de groep bestaat uit 5 heroes. Die hebben eigenlijk het hele voetbaltoernooi georganiseerd. Onder begeleiding van mij. Dus dan zijn van... dag 1 tot en met het toernooi en een evaluatie daarna zijn wij bezig met dit toernooi. En alle aspecten komen erbij kijken. Sponsoring, wedstrijdschema's, werving, noem maar op. Maar hoe worden ze dat exact? Er is natuurlijk wel een bepaalde doelgroep. 15 tot en met 18, 19, 20 jaar. Maakt me niet zoveel uit. Maar wel affiniteit met sport en met organiseren. Mm-hmm. Die heb ik geselecteerd op het terrein van, nou, wie zou daar interesse in hebben. Onder andere Peter en Tigo heb ik gezegd van, nou, dat lijkt me wel leuk. Allebei de heren, ja, dat zullen ze daar ook aangeven, geven niks om voetbal, maar wel in organiseren. Ja, beter kan ik het niet hebben natuurlijk. Ja, die zijn dadelijk heel fanatiek bezig met het organiseren van het toernooi. Tigo en Peter, jullie houden niet van voetbal, Tigo? Ja, bij ons op de groep kijken ze het best wel vaak, maar... Soms kijk ik wel mee, soms niet. Ik voetbal soms wel eens, op Cruijff ook bij ons. Ja. Onder school heb ik dat meestal. Maar, tijdens schooltijd? Ja, dan hebben we, zeg maar, als we naar buiten gaan. Okay. Maar als ik, zeg maar, op de groep zit, dan kijk ik niet echt voetbal. En nu ben jij, wat vind je dan wel heel leuk om te doen? Wat is één van je grootste hobby's? Muziek maken. Ja? Ik maak mijn eigen muziek. Dus is het wel een optie omdat jij muziek gaat maken tijdens het toernooi, of niet? Dat doe ik ook. Echt? Ja. Ga je dan DJ'en? Of? Ja, we hebben een DJ-booth eigenlijk. En die gebruiken we dan. Ja, want ik heb een hele mooie vraag voor jou. Wat zijn nou precies jouw taken? Maar ik denk dat die al beantwoord is. Ja, van de muziek eigenlijk zorgen. Want ik kreeg een opdracht van Rick. Want hij wist dat ik veel met muziek deed. En hij had mij gevraagd of ik 20 stukjes uit een softwareprogramma, dat heet Apple Studio, dat te gebruiken. En toen heb ik er een jaar op gezegd. En toen hebben we dat in een app gezet op de iPad van Rick. En toen was hij daar heel blij mee. En toen heeft hij mij daar ook voor gevraagd of ik hem mee wil helpen. Daar heb ik toen ja op gezegd. En misschien een week later of twee, toen vroeg hij nog een keer of ik 20 stukjes zou maken. Yeah. En toen heb ik gezegd van ja, dat doe ik wel. Ja, wat willen we met die stukjes uiteindelijk gaan doen? Als iemand scoort, dat ik dan, zeg maar, op het knopje druk. Ja. En dan hoor je, zeg maar, dat stukje, en dat is misschien 30 seconden. Gewoon een mooie tune. Ja, gewoon als iemand scoort. Dat is bij PSV. Ja, die. Maar dan korter. Ja. Cool, man. Ja. En wat denk je dat het moeilijkste gaat worden deze dag? Dat zou ik niet weten. Ga je het gewoon op je af laten komen? Ja, ik denk ook gewoon dat ik gewoon het beste ervan maak en gewoon hoop dat alles goed gaat en alles goed loopt. En ga je zelf nou heel de dag achter die knoppen staan of ga je ook nog een balletje trappen? Ik denk dat ik wel best lang daarachter sta, maar ik denk wel dat ik soms misschien een balletje trap hoor. Dat mag ook. Hey Peter, jij bent ook een hero, hè? Ja. Wat vond jij nou het leukste om te doen de afgelopen weken? Ja, ik vind het sowieso heel leuk. Ik hou van dingen doen voor anderen. Ik vind het ook leuk om anderen te helpen. Rick heeft mij gevraagd als ik hem wou helpen. Ja. En daar heb ik eigenlijk meteen ja op gezegd. Ik hoef er niet te twijfelen. Ik heb gewoon ja gezegd. En ja, ik vind het gewoon leuk om sowieso voor andere dingen te organiseren en alles. En ja. Hey, wat zijn jouw taken precies? Mijn taak is eigenlijk van alles en nog wat. Want ik help iedereen waar nodig is. Ik ben degene wie mensen... hun plek laten zien, waar de fietsen moeten, waar ze moeten zijn. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje degene wie de rondleiding geeft waar ze moeten zijn en alles. En ik help waar het nodig is. Hey, en jullie zijn ook met 3 andere hero's, begreep ik van Rick, hè? Ja. Hoe spreken de mensen jullie aan op die dag? Moeten ze dan echt tegen jullie zeggen, hey, in plaats van Tigo, hey hero, kun je mij helpen? Nee, ik denk al dat ik gewoon mijn naam zou zeggen, dat ze dat dan weten. Ja? Dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. En Rick, jullie 6 mei zitten jullie, mogen jullie gewoon een koffietijd doen? Ja, klopt. Ja, hoe komen jullie daar terecht? Nou, alle
coaches, hè, dus degene die dan de heroes helpen bij zo'n toernooi. En ik ben een van de coaches. Die hebben een besloten Facebookgroep. En daar kwam een oproep van, hey, de Postcode Loterij en Koffietijd willen aandacht gaan besteden aan heel dit project. Mm-hmm. Tot op een half jaar geleden heette het nog anders. Heette het Community Program. Ze hebben nu een naamswijziging doorgevoerd. En daar willen ze weer bekendheid aan gaan geven. Dus ze deden een oproep van, nou, wie zou met zijn heroes in beeld willen komen? Ja, toen ben ik meteen allerlei zaken gaan regelen, intern, maar ook, hè, met ouders. Van, hey, mogen jullie kinderen eventueel op tv komen? Mm-hmm. Ja, ik kreeg meteen van iedereen volmondig ja op te horen. Dus wij waren ook eigenlijk de eerste. En toen zei de mensen van de Crowd Foundation gaven eigenlijk meteen aan, nou, hartstikke fijn, we komen erop terug. En toevallig heb ik ze dit weekend in alle drukte nog wel gesproken. En gaven ze aan van, ja, binnenkort komen we even langs. Een stukje mediatraining. En zijn we ook echt welkom, 6 mei. Je krijgt echt mediatraining ook om op de landelijke televisie te komen. Ja. Vinden jullie dat spannend? Ik wel. Ik ook wel. Waarom? Nou, gewoon, ik ben nu dan voor de eerste keer sowieso op tv. Maar ik ben nog nooit op tv geweest. En dat is gewoon best wel spannend. En daar naar RTL4 Koffietijd kijkt iedereen denk ik wel naar. Yeah. Ja, en dan is het toch wel, iedereen kijkt naar je en dat is toch wel eigenlijk een apart gevoel. Yeah, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar Rick is erbij. Rick is er ook bij. Ik ben erbij. Ik vind het ook spannend. Jullie rotsen de branden. Ik vind het, ja, je mag niet spannend zijn. Oh, nee, klopt. En Rick, de LaSalle is erg bezig met een van de speerpunten, een erg gezonde levensstijl. Ja, klopt. Hoe ziet dat bij de LaSalle in de praktijk eigenlijk uit? Ik kan er uren over vertellen. Ik ga het kort proberen te vertellen. 3 speerpunten. Roken, voeding en bewegen. Met die drie punten hebben wij in kaart gebracht. Van, nou, waar staan we? Hoe staan we ervoor? Vergeleken met Nederland. Ja. Er zijn heel veel cijfers bekend. Maar niet zozeer over de doelgroep waar wij mee werken. Nou, die hebben we in kaart gebracht. En waar kunnen we verbetering aanbrengen? En op het gebied van bewegen, wat ik net in het begin al zei. Waar de verbetering mogelijk is, daar word ik ingeschakeld. Niet alleen, hoor, maar met een heel team, met een diëtiste, met een jeugdarts, noem het maar op. Daar gaan we een verbeterplan maken. Maar natuurlijk ook zelf met de jongeren gaan we kijken waar we kunnen de leefstijl kunnen bevorderen. Dat is eigenlijk echt mijn taak. Ja, ja, goed zo. Nou, spannend, jongens. We hebben wel zin in, ja, toch? Jawel. Ja, hè? Goed zo. Gaat helemaal goed komen. Ik wens jullie superveel succes. Dit was jullie eerste televisieervaring. Ja. Ja. Op dat er nog maar vele mogen komen, toch? Ja, toch. Ik hoop het al. Goed zo, zet hem op. Heel veel succes. Het is natuurlijk niemand ontgaan. Jesus Christ Superstar was hier in de Heilig Hartkerk in Boksel. En onze vaste cameraman Frans Elting ging samen met Hans van Haar op pad. Ik heb er echt zo'n zin in. En als je dan zo mooi ziet en mooi dat licht en je komt hier aanrijden, dan zie je helemaal zo'n paarse schijnsel. Al die mensen die hier staan te wachten. Nou, ik verwacht er alles van. Ik heel veel, want ik heb met vele collega's gesproken. Nou, die zijn echt enthousiast, dus die maakten mij nog meer enthousiast. Mijn nichtje speelt erin, dus die vroeg of ik wilde komen. Dus ik denk, nou, leuk. Nou, ik heb al, nadat de kerk zo verlicht is, dan volgens mij best spectaculair. Omdat we dit ontzettend interessant vinden. Lijkt ons heel leuk. Waarom is het zo interessant? Omdat je de musical al kent en nu met Bokselse mensen. En ik zong bij mijn dochter van de week, Jesus Christ, Superstar. Daar sluit ik mee af, zeg. Wat ik de recensies lees, moet het ontzettend goed zijn. Dus ik laat me verrassen. Ja, het gaat over de kruisiging, hè. Het laatste avondmaal. Nou, als ik de verlichting dan zie, dan verwacht ik al heel veel. Ik verwacht eigenlijk een hoop spektakel, wat ik allemaal zo zie en lees op Facebook. Allemaal heel veel lovende reacties, ik ben erg benieuwd. Erik Meles, dat is een bekende naam. Ja, ik ben de neef van Jezus. Eerlijk waar, echt genoten. Ja, het was echt super vet. Alles werkte zo mooi samen in de lichtshow en toppie gedaan, de band ook en alle zangers. Ik vond het echt super vet. Nou, dit is, ik heb er gewoon geen woorden voor. Indrukwekkend, ontroerend, emotioneel, kippenvel. Alles van zo'n hoog niveau. Het spel, de zang. Ah, geweldig, geweldig.
We zitten daar boven op die troon en we hebben uitzicht over het hele gepeupel en het volk. Ja, het is gewoon een magnifieke ervaring om met zo'n mensen en zo'n productie gewoon bezig te zijn. Het is geweldig. We staan hier bij Jezus. Ik hoor net dat je door het publiek heilig verklaard bent. Ja, dat klopt. Ja, officieel hè. Nou, het is voor mij wel een leidensweg geweest. Nou, nee, dat is geen onzin. Ik vind het heel leuk om proberen iets te kunnen wat je eigenlijk nog op moet bouwen, weet je wel. Dus ik ben meer een acteur als een zanger, dus ik heb echt moeten leren zingen en spelen tegelijk, weet je wel. En ja, dat is heerlijk om te doen. Ja, kippenvel. En mensen verdienen een compliment. Dat is echt geweldig wat ze dan hier op de planken brengen. Ja, je voelt gewoon de liefde waarmee het is gedaan. Enthousiasme onder elkaar. Ja, dat komt tot in de achterste banken. Geweldig, geweldig. Ja, dat er nog maar veel van zulke producties in onze prachtige Heilig Hartkerk mogen komen. Complimenten. Bij mij op de bank een nieuwe striptekenaar uit Bokstol, Ralf Dikmans. Ja, dankjewel. Welkom. Dankjewel. Ralf, vertel. Ja, applaus. Het is goed zo. waar is jouw passie eigenlijk vandaan gekomen? Nou, die passie bestaat eigenlijk al zolang als ik weet. Ik bedoel, sommige mensen hoor je, die zingen graag. En die hoor je al vanaf dat ze in de box zitten, dat ze al zingen. En mij is dat zolang als ik een pollet in mijn hand kan krijgen en kon nemen, is mij al tekenen passie. Echt? Ja. Maar wat teken je dan? Toen je een hele kleine jongen. Toen ik echt heel klein. Stokpoppetjes. Calimero? Nee. Meer Barbara Papa die kant op. Nee, dit is. Ja, die is heel makkelijk. Dat is gewoon zo'n. Dat is gewoon een rondje. Ja, dat wordt een rondje. Nee, ik ben heel erg beïnvloed door Suske en Wiske. Dat was in mijn tijd een paling en co. We zullen misschien de wat oudere kijkers en liefhebbers van strips nog wel kennen. Ja. Maar daar ben ik heel erg op beïnvloed. En ja, zo is het een beetje ontstaan. Ik had ook neven, waar ik enorm tegen opkeek, ouder waren. En die konden geweldig tekenen. Dus ja, daardoor is die passie alleen maar erger geworden. Zijn die ook striptekenaar dan? Nee. Ze stimuleren heel erg. En ik vind het hartstikke leuk dat ik nou mijn eerste boek uitbreng. Maar die hebben er nooit iets mee gedaan. Dus daar is een talent verloren gegaan, denk ik. Ja, want je vertelde het al. Je bent aan het debuteren met jouw creatie. Ja. Anders ja. Man. Ja. Ja, klopt. Wie is het? Andersman is een superheld. En een hele bijzondere superheld, want hij heeft totaal geen superkrachten. Hij in zijn beleving is hij de meest geweldige superheld op aarde. Kan hij alles en is hij geweldig. Iedereen vindt hem geweldig, denkt hij. Maar eigenlijk gaat alles gewoon wat hij doet mis. Ik bedoel, hij denkt ook echt dat Spider-Man en Batman allemaal tegen hem opkijken. En ondertussen zitten ze gewoon achter een brug uit te lachen. Dus ja. Dat idee een beetje. Nu hoor ik vaak van veel schrijvers, maar ook componisten. Hè. Hun creaties zijn veel gebaseerd op hun eigen leven. Moet ik me dan voorstellen dat jij een soort superheld bent waar ook dingen mislukken? Nou, dat hoop ik toch niet. Maar er zijn wel dingen inderdaad op mij geënt. Ik heb een tijdje een ringbaartje gehad. Dat is van mezelf. Hij heeft zelf een buikje. Ja goed, ik probeer ook iets aan te doen. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, ik was vroeger wel onhandig. Laat ik het zo zeggen. Dus er komen wel wat dingetjes... Van een andersman van mij af inderdaad. Een stukje autobiografisch is het wel. Ja. Ja. Hoe komt het dat onze andersman nu zo'n snelle sterrenreizende eigenlijk is? Heel veel geluk. Heel veel geluk. Ik weet een hele hoop tekenaars die net beginnen, die hebben zoiets van, nou ja, hoe kom je zo snel aan een uitgever? Dat verhaal is op zich best mooi. Via Facebook leerde ik een beeldkunstenaar kennen. Mm-hmm. En die zei, ik kom net van een beurs af en dan heb ik een beeldje gemaakt, dat is voor 60 euro verkocht. Leuk, moet je ook doen. Ik zei, ja, maar ik kan niet beeld houden, ik kan wel tekenen. En ja, dan maak je schilderijen. Dus ik contact gelegd met de organisatrice, Catherine. En die zei, oh ja, dat is leuk. En ik moet zeggen, alleen, je komt maar langs, dat is plezant, dat is leuk. En want ze kwam uit Vlaanderen. En ja, dan kom je volgend jaar naar de beurs en dan mag je daar je schilderijen verkopen voor het goede doel. En toen had ik zoiets van, ja, leuk. Maar dan moet ik wel iets hebben. Dus ik ben, als een gek ben ik gaan tekenen. En ja, de eerste, nou zal het zijn, 40 pagina's waren, was echt niks. Als ik nou ook terugkijk, was het ook echt niks. En toen maakte ik op een gegeven moment een pagina waarin ik tekenaars eigenlijk bedankte. Die van mij een hele mooie tekening hadden gemaakt. Door ze in mijn strip te persifleren. En wel op zo'n manier dat het gewoon leuk was. Catherine zag het en die zei van, als je daar een heel album van kan maken. Met allemaal bekende tekenaars die in jouw verhaal voorkomen. Dan heb je bij deze een uitgever. Dus ja, zo is het eigenlijk per toeval gewoon ontstaan en is het zo snel gaan lopen dat ik zoiets had van, ja, ik zit nog steeds zo flabbergasted van, mijn boek komt uit volgende week. Wauw! Ja, echt heel raar. Hoe komt zo'n
zo'n stripverhaal eigenlijk tot stand? Hè? Want wat kun je ons een beetje meenemen in dat proces? Want... Een heleboel dingen, wat je dan ook hoort van componisten, van tekenaars, een heleboel dingen haal je uit het dagelijks leven. Ja. Soms hoor je gewoon grappige anekdotes of je hoort grappige dingen. Ik sta zelf voor de klas en ik werk met jongeren ook van de Michaelschool, van de jongeren die ik net zag. En die komen af en toe aan met zo mooie anekdotes en zo grappige dingetjes. Dat ik denk van, oh, ik zie het meteen voor me. Ik ben een enorme beelddenker, dus ik zie meteen ook een strip voor me. En thuis ga ik meteen aan de gang en tekenen. En ja, ook wel eens af en toe inspelen op actualiteiten en zo. En dat vind ik gewoon helemaal super. Ja. Dat vind ik helemaal leuk. En wat ik bedoel, je hebt een idee, dan kom je thuis. Ja. Wat dan? Welke stappen? Ja, dan is het een wit vel pakken. En dan begin ik meteen te tekenen. Er zit iets in mijn kop. Ik zie als het ware een foto voor me en dat moet eruit. Dat moet er ook echt meteen uit. En ik heb laatst ook een tekening gemaakt naar aanleiding van België, van de aanslag helaas. En voor mijn gevoel moest daar een cartoon komen. Moest daar een stukje, een soort tegengeluid komen. En toen heb ik ook daar een cartoon zitten tekenen. En ik ging eten en ik zag mijn tekening liggen. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg sorry, maar ik moet even van tafel. Dat doe ik nooit. En ik moet hem even afmaken. Moet, ja. Heel stom, maar dan kriebelt het en dan moet het gewoon eruit komen. Ja. Dus, maar je zegt net van, die dame zei tegen mij, nou, als je dit en dit doet. Gaat het bij striptekenaars ook zo, je krijgt gewoon een opdracht en daar moet je iets op tekenen? Dat gebeurt wel eens. Maar ja, die had meer zoiets van, nou ja goed, die organiseert 3 april een internationale signeerbeurs. En daar komen echt de grote der aarde, er komen 100 tekenaars. En ze zei eigenlijk van, zorg eens voor dat het daar afspeelt en kies maar gewoon tekenaars uit, maar elke tekenaar moet daar rondgelopen hebben. Dus ik heb echt met uiteindelijk iets van 48 tekenaars contact gehad en die waren allemaal enthousiast, vond het allemaal hartstikke leuk. En ik heb zoiets van, ja, daar sta ik dus als schuchter fannetje, sta ik daar met een blaadje van, wil je alsjeblieft voor mij tekenen? En die zeggen ineens, ja, leuk idee Ralf, en doen en gaaf. En ja, dat is voor mij nog steeds, ja, echt heel onwerkelijk. Ja. Hoe heet je het buitenland? Sorry? Hoe heet je in het buitenland? Hoe ik heet? Ja, in het buitenland. Als je het in het Engels zegt, als je op een internationale beurs zit. Als ik inderdaad op een internationale... Gelukkig is die in België, dus daar praten we nog Nederlands. Maar als ik op een Engelse beurs zit... Ralph, dat is gewoon Ralph. Dan denk ik dat ik op een andere beurs zou zitten. Ik denk meer richting erotiek die kant. Luister, Ralph, heel iets anders. Anders gaan we te ver. Ja, Ik heb wel eens gehoord dat striptekenaars een writer's block hebben. Ja. En voor de mensen thuis die dat misschien niet weten, een writer's block is dat je, zoals een componist ook wel eens hebt, gewoon, of wij ook in het echt leven, een blackout. Blackout, niet meer weten wat je moet doen. Ja. Ja, het stomme is, ik heb 1 nacht gehad in deze periode dat ik juist geen writer's block had, maar meer een writer's flood. Ik had 10 ideeën. Ik kon niet slapen. Dus een writer's block, op dit moment heb ik er geen last van. Even afkloppen. Maar nee, de ideeën blijven komen. En elke keer als ik een idee heb, op een klein memotje, op mijn tekentafel. En dan vergeet ik het niet. Want er springen zoveel ideeën uit. Maar als ik jou zo hoor praten, heb jij dan überhaupt wel een sociaal leven dan? Sorry. Ik zie echt voor me van Ralf, die gaat naar zijn werk, die komt thuis. Hey vrouw. Ik heb een idee, ik ga van tafel. Nou, dan moet ik je wel een klein beetje gelijk geven. Niet dat ik geen sociaal leven heb. Maar mijn vrouw en kinderen hebben wel inderdaad mij minder aanwezig gezien. Ja. Dus ik heb nou weer de balans gevonden tussen een deadline halen en gewoon relaxed tekenen. Dus dat komt wel goed. Maar zeker die maanden inderdaad, was alleen maar elke vrije minuut gingen strips. Dus maar het is een passie en ik denk dat je een passie niet kunt beteugelen. Natuurlijk. Nee. We hebben een beeld van jou, wat je, of iets wat je getekend hebt. Ja. Daar had je het net over gehad. Ja, waar ik het over had inderdaad. Dus dat is, hoe lang doe je over zo'n tekening? Nou, toevallig deze tekening heel kort. Die moest er echt bij mij uit. 20 minuten heb ik hem getekend. Met kleuren al. Mine, zeg. En het was gewoon, bij mij is dat symbolisch het beeld erin van, nou ja goed, België staat nou voor het komende voetbaltoernooi. En ik had zoiets van, ja goed, ook geweld moet je niet met geweld bestrijden. Nee. Ja. Dus daarom had ik zoiets van op een sportieve manier. Ja. En Manneke Pis, die erbij hoort, Brussel, waar geraakt wordt. Ja, eigenlijk meer van jongens, terrorisme heeft geen zin. Ik bedoel, los het op een sportieve manier op. Als je dan toch ruzie met elkaar hebt, ga bij spreken het voetbalveld op. Of het taekwondoveld, wat ik zelf doe. Ga daar het uitvechten op die manier, op een sportieve manier. En in plaats van met bommen en granaten, zoals Captain Haddock zou zeggen,
zou bestrijden. Dus, ja. Je vertelde net al iets over jouw verleden, over vroeger. Heb jij nou zelf een favoriete strip? Want om meerdere. Is Ralf nou net als mijn zoontje van 11 die op de bank de Donald Duck zit te lezen? Jij als volwassen man? Ik lees nou op dit moment heel weinig, eigenlijk te weinig. Ik heb dezelfde zoon, ook van 11, die ook de Donald Duck op dit moment leest. Dus wat dat betreft kan ik dat wel heel goed snappen. Maar op dit moment lees ik heel weinig en ben ik gewoon zoveel met tekenen bezig dat gewoon in feite alle energie opslokt. Maar ik heb zeker series die ik geweldig vind. Ik noemde al Suske Wiske, Paal & Co. Maar ook Jump, een Belgische reeks die echt heel goed is. En zo zijn er heel veel andere reeksen die ik volg die echt de moeite waard zijn. Je vertelde net al, je geeft onder andere les, hè, op de Michelschool onder andere. Hoe reageren jouw leerlingen? Super enthousiast. Die vinden het helemaal geweldig. Ja, wat zijn reacties dan onder andere? Wat leuk en herkenbaar. Ik heb zelfs her en der nog wel eens wat kinderen erbij getekend op de achtergrond, weet je wel. En dan laten zien van kijk eens, je speelt nou mee. Niet echt aan als rolletje, maar meer op de achtergrond. Ja, die zijn helemaal vereerd. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat hun de clue, de grap, snappen. Hun zijn een heel kritisch en eerlijk publiek. En ik liet ze ook regelmatig zien, dus de pagina. En als hun hem bij wijze van spreken niet leuk vonden, of niet snapten, of niet goed vonden, dan zou ik mij ook het album niet ingeraakt zijn. Hmm. Ja, dus samen met die kinderen, maar ook met mijn eigen kinderen, die ik ook liet zien, een geweldig publiek. Zijn er leerlingen ook die aan jou vragen, van die zo geïnspireerd door jou raken, dat ze zeggen van, nou, ik wil ook striptekenaar worden? Of ze striptekenaar willen worden, weet ik niet. Maar wel echt leerlingen inderdaad die het helemaal geweldig vinden, die ook echt aan het tekenen zijn gegaan. Ik heb ook regelmatig op vrije momenten dat ze wat vrijer mogen werken, dat ik gewoon kinderen uit andere klassen heb die komen. En dan aan tafel komen ze in een grote tafel. Neem mijn spullen mee. En met markers en met pennen. En dan gaan we met allemaal professioneel materiaal gaan we aan de slag. Dus dat is echt heel gaaf. Ja. Ja. Ik krijg zo'n soort Mace Case gevoel bij jou. Dan hoop ik dan dat ik het zo overkom met de kinderen. Dus dat zou heel gaaf zijn. Ja. Hoe ziet de toekomst van Ralf er eigenlijk uit? Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik zou het heel tof vinden, zou ik hier mijn geld mee kunnen verdienen. Maar ik ben heel realistisch. De tijd van strips is een beetje ingehaald door de iPads en door de tablets en zo. Dus ik weet niet of daar echt toekomst in zou zitten, maar het is wel echt een droom. Al 40 jaar. Nu zat ik laatst een tijd geleden met een goede vriend van mijn vader, Dick Matenaar. Bekend striptekenaar. Zat ik met zijn vrouw. Eén de grote der aarde. Hè? Zat ik met zijn vrouw te eten. Ja. En hij is nu met het bewerken van Turks fruit bezig. Ja, is dat iets wat jij ook zou willen? Ik weet niet of het op een pad komt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb nog zelf twee verhalen zitten. Hele serieuze verhalen, diepgaande verhalen, die ik heel graag zou willen verstrippen. Alleen ik vind mijn stijl er niet geschikt voor. Mm-hmm. En dan zou inderdaad een Dick Matenaar, als die het überhaupt zou willen, zou er geweldig voor zijn. Dus u weet, moeten wij hem vaker even contact hebben. Moet je goed op Facebook, moet je hem toevoegen. Ja, daarom. Is dat gebeurd trouwens. kijk, helemaal goed. Hey, volgende week. Ja. Waar kunnen we hem bij alle boekenwinkels vinden? Of moeten we via internet? Je kunt het via internet krijgen, via het Mannekesblad. .be, hè, moet ik dan zeggen. Allee.be. Ja, 3 april is dan de grote signeerbeurs. Daar wordt hij gelanceerd. Ja. Dus dan heb ik ook echt voor de eerste keer het echte boek in handen. Want dit is eigenlijk meer een kopie van mezelf. En 9 april in de Bruna. Van 2 tot 5. We mogen geen reclame maken. Hè? Oh, mag je reclame? Sorry. Sorry. Maar in ieder geval, ik zal in ieder geval ook in de Bruna. Zal ik daar doe je toch een keer? Ja. Dat is niet bewust, hoor. Zijn de zenuwen, sorry. Nee, geen enkel probleem. Ik wens jou heel veel succes, Ralf. Ja, en top. Dat het maar een groot succes. Ik gun je van harte. Dat het maar een groot succes. Super, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Top. Ja, gisteren, tweede paasdag. De Boeren Mert. Al jaren natuurlijk wel. Hè? Twee weken geleden hadden ze hier op de bank zitten. Al jaren een begrip, bijna in heel Nederland mogen we wel zeggen. Er komen duizenden mensen op af. Maar er was iets aan de hand. Roel en Miel gingen erop af. Het is weer tweede paasdag en dan gaan we naar Liemden, naar de Boerenmarkt. Het is iets minder druk dan anders, maar ik ga toch eens even kijken of de mensen het leuk vinden. We zijn nog net op tijd voor de oude ambacht hier, zie ik. Touwen trekken. Ja, gewonnen. Maar het is niet zo druk, hè? Het is helemaal niks. Hoe komt het? Ja, slechte weer, hè? Daar moeten we toch iets van maken, hè? Ja, dat bedoel ik. En helemaal met dit weer. Wat kunnen we nou eens verzinnen? Klompendans of zo?
Hup, met de klamp. Hartstikke goed. Dankjewel. Even kijken. Dan gaan we een snert eten, pannenkoeken, struif. Ja, van alles, hè. Ja. Het is jammer dat het afgelast is. Is het afgelast? Oh, jullie wisten het nog niet? Nee. Oh, nee. Nou, dan komen er al op een gegeven moment mensen om 9 uur binnen van ja joh, het waait en mijn kraam is omgewaaid en mijn vrouw lag eronder. Toen dacht ik van dan ga ik toch even naar het crisiscentrum, in ieder geval op het gemeentehuis. Daar ben ik naartoe gegaan en even overlegd en toen hebben we echt om 9:30 gezegd van nou we gaan stoppen. We zijn hier op de Liemse Boerenmarkt met Wendy en Cas. Nou, hier rechts had de boekenkraam kunnen staan. Even wat boeken kijken. Ja, dat is wel een heel leuk boek. Ja. Kost dat? Nou, vind het duur. Kruisboog schieten, concentreren en los. Ja. U was helemaal naast. Toen wij vent, heel jammer, want ik zou de hele dag afwassen. En wat was u dan af? Koffiekopjes, snackkoppen, pannenpot. Van de poffertjes, pannenkoeken, alles wordt een snert ingezeten. De potlepel, vorken, messen. Van de week hebben we alles al gespoeld en alles klaargezet. Wat heeft u allemaal gespoeld dan? Al de breekwerk, hè? Messen, vorken, potlepels, kopjes, die pannen allemaal. Nou ja, we hadden de hele dag gezorgd voor alle kramen, of in ieder geval snert en beslag en broodje worst en ja. Je wilde daar beslag leggen? Normaal gesproken doen we om 6 uur naar de tent om na te borrelen en nou was het 12 uur. Ja, dat is wel heel vroeg. Ja, iets te vroeg. Dit is de boerenmarkt hier. In Linden is wel afgelast, maar supergezellig. Ja, ik hoop dat het volgend jaar toch wat beter weer wordt. Het is voorjaar, ondanks dat we het niet zouden zeggen, kijken naar het filmpje. Maar mensen die gaan weer spontaan op zoek naar activiteiten buiten huis. En één daarvan is bootcamp. Bootcampen, of bootcamp. We gaan er straks alles over horen. Voor de mensen die er nog niet echt iets van weten, kijk even mee naar dit filmpje. Ja, kijk aan. Om daar alles over bootcampen te vertellen bij mij op de bank, Iris Jongbloeds Bastian. Ja, goed. Klopt, en Gronnie van Weert, welkom, ja. Dankjewel. We zagen net allerlei oefeningen. Zijn er nog meer verschillende oefeningen eigenlijk? Er zijn heel veel verschillende oefeningen bij bootcamp. Dit waren allemaal oefeningen zonder attributen. Ja. Maar we hebben ook heel veel oefeningen met attributen. We doen boksen, we doen dingen in een TRX. Kun je aan een boom hangen en allerlei oefeningen doen. Een TRX? Ja, een TRX hang je aan een boom en dan kun je verschillende... Maar wat is dat dan? Het is een soort touw, ja. En dat hang je aan een boom en er zitten handvaten aan vast. En daar doe je allerlei verschillende oefeningen. Ja, op krachten trainen. Ja. Oké, okay, dus je, in het park kun je ook gaan staan te boksen en... Ja, zeker. Wij gebruiken ook veel dingen in het park. Bankjes, ja. Trappen, doelpalen, van alles. Ja. En waar komt de term bootcamp eigenlijk vandaan? Bootcampen. Dat vraag je aan mij. Ja. Ik ben lid. Oh, jij bent lid? Ik ben lid. Dus nou ja, waar ben je? Dan kun jij het uitleggen. Ja, bootcamp komt, is vanuit de Amerikaanse leger eigenlijk, mm-hmm. om de mensen, de soldaten te trainen. Mm-hmm. En daar komt echt bootcamp vandaan. En zo is het eigenlijk overgewaaid. En ja, dat is niet meer alleen voor de militairen, maar ook voor de gewone mens. Dus moet ik me voorstellen, sta jij dan
Net als in het leger ook. Come on! One! Ja, dat kan. Dat kan ik gewoon niet goed vertellen. Uitrusten als lid. Een keer thuis op de bank, dus kom, gas op. Ja, het is heel pittig. En gewoon met hoeveel mensen doe je zoiets eigenlijk? Of hoe groot is zo'n groep? Het is een heel verschillende groep. Eén keer is het tussen 20, 25, 30. Is het heel slecht weer, is het 10 mensen. Dat is heel verschillend. Ja? Wat zit er een soort maximum aan? Nou, wij zijn met twee trainers altijd. Ja. Om verschillende niveaus in de groep mee te kunnen laten doen. Maar één trainer is ongeveer 30 personen. En wij zijn met twee trainers op 30, 35 personen. Ja. Dus wij zitten niet aan de max. Maar de max is wel 1 op de 30 mensen. Ja. Ja. En je ziet bij sporten vaak allerlei vernieuwingen komen. Nieuwe dingen. Verwacht je dat dit een hype is? Ja, het is wel echt op dit moment een hype. Je hebt een aantal jaar geleden zag je het Zumba. Hè? Zumba heel erg. En toen kwam Milon en nu zie je dat het heel erg met bootcamp is. En veel mensen willen toch in de buitenlucht. En gezond is gewoon een item. Heel veel mensen denken, als ik buiten lekker bezig ben, dan is dat gezond. En, Nou ja, als het een hype is, dan is het over een paar jaar weer, zit je zonder werk. Oh, dan komt er wel weer een nieuwe hype. Ja, daar heb ik totaal geen zorgen over. Nee. Stel je voor, ik wil... Op bootcamp. Mm-hmm. Wat heb ik dan allemaal daarvoor nodig? Goede zin en sportkleding en sportschoenen. Dat is het enige? Dat is het enige wat je nodig hebt. Ja, ja. En gewoon niet qua conditie? Of, Maakt helemaal niet uit. Als je zeg maar geen conditie hebt, als je blijft maar terugkomen, je ziet gewoon jezelf verbeteren. Dus voor iedereen kan meedoen. Echt. Gaat eigen kunnen, eigen kracht. Dus als je niet kunt, dan... Zoek ze een andere oefening wat minder zwaar kan zijn. Yeah. Iemand die heel goed is, krijgt een iets zwaardere oefening. Dus het is voor heel veel mensen met verschillende conditieniveaus. Yeah. En dat kan ook als je met twee trainers bent. Ja. Dan kun je dat ook makkelijker begeleiden. Of als je blessure hebt, wordt voor jou gekeken, kun je een andere oefening doen. Dus het is voor heel veel mensen toegankelijk. Hoeveel tijd kost het eigenlijk? Best veel tijd. Omdat je bent niet alleen het uur bootcamp training aan het geven. Maar je bent ook voorbereiding aan het doen. Vragen als mensen bijvoorbeeld een blessure hadden. Even een e-mailtje of een WhatsAppje sturen van hoe gaat het. Maar voor de mensen zelf is het een uurtje. Hè? Dus je bootcampt een uur. Maar voor ons zit er wel veel voorbereiding in. Want je wilt toch iedere keer met vernieuwende oefeningen komen. Ja. Dus ja. Ja, maar je zegt het al, vernieuwende oefening. Maar ik vraag me af, gaat het nou niet vervelen, zoiets? Nee, absoluut niet. En waarom niet? Het is elke les is anders. Andere apparaten gebruik je, andere materialen gebruik je. Je gebruikt de materialen die in het park staan, bankje of stenen. Ja. En heel veel lessen zijn gewoon verschillend. Conditie en kracht door elkaar heen, dus het is eigenlijk geen één les hetzelfde. Dus dat is wel... En elke keer is het weer anders, hè? Ja. De ene keer is het weer anders. Waarom zou je niet lekker naar een overdekte sporthal dan gaan? Nee, maar het is al voor de spiegel in een groep. Ja, nee, ja. Ik vind het park leuker om buiten te zijn. Outdoor vind ik gewoon leuk om te sporten. Ja, veel mensen zitten natuurlijk ook heel de dag al binnen. Ja. Hè, en die vinden het dan fijn om juist naar buiten te gaan in de avonduren. Maar dat is voor iedereen is heel verschillend. Richten jullie ook op een soort sociaal aspect of niet? Of is het echt van mensen die komen echt, zodra ze aankomen bij jou dan... Nee, het is absoluut ook sociaal aspect. Anders zou je wel voor een personal training gaan. Als mensen naar een groepstraining komen, dan komen ze natuurlijk zeker voor hunzelf, maar ook voor de gezelligheid. En we doen ook heel vaak, werken we in een groep, dus moet je elkaar ook helpen. Je hebt duo-oefeningen, dus absoluut. Je leert ook veel mensen kennen door het bootcamp. En het is ook gewoon gezellig en leuk. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Is het gevaarlijk eigenlijk? Bootcamp is wel blessuregevoelig, of kan blessuregevoelig zijn. Mm-hmm. Maar het ligt ook aan de begeleiding die je daarbij krijgt. Mm-hmm. Hè? Als je, mensen komen niet voor niks bij ons bootcampen, omdat je ze ook een stukje begeleiding kunt geven. En ze kunt wijzen op de gevaren. Kijk, als je een oefening verkeerd uitvoert en je doet hem zelf thuis. Als je hem dan verkeerd doet, dan is dat wel blessuregevoelig. Maar als je daarop gewezen wordt... En bij geholpen wordt ook heel belangrijk, dan is het minder blessuregevoelig, maar best bij iedere sport. Ja, want word je eigenlijk van tevoren getest als je... Nee, mensen worden niet getest, maar we vragen wel altijd naar de achtergrond, het sportverleden en of er zaken zijn waar we rekening mee moeten houden.
En want je hebt zo'n verschillende niveaus. Bijvoorbeeld zijn er ook mensen bij ons die reuma hebben. En die juist komen bootcampen om die spieren goed te houden. Zodat die gewrichten ontlast worden. Nou, dan is het wel belangrijk voor ons om dat te weten. Omdat wij bepaalde oefeningen zijn heel zwaar. En dan kun je dus iets minder zware oefeningen geven. Maar wel die dezelfde spiergroepen aanpakken. Ja. En we snijden het nu dit onderwerp vooral aan omdat het lente wordt. Hè? Het wordt weer lekker weer. Maar, ja. Maar staan jullie nou ook in de sneeuw? Wij gaan altijd door. We echt? Zijn in de anderhalf jaar dat we nu, ruim anderhalf jaar dat wij bootcamp geven, zijn we nog nooit door de weersomstandigheden niet doorgegaan. Ja. Maar je houdt er absoluut rekening mee. Als het regent gaan we niet op de grond liggen. Maar dan gebruiken we de TRX, hè, want die kan dan in een boom en dan hoef je niet op de grond te liggen. Alleen als je iets hard aan die boom trekt, dan krijg je zo'n berg sneeuw op jou. Nee, daar houden we wel rekening mee. Nee. En soms maak je ook gebruik van de weersomstandigheden. Dus als het bijvoorbeeld heel erg mooi weer is, dan ga je lekker in het zonnetje buikspieroefeningen doen. Hè. Heb je ook nog heb je 2-in-1. Dus ja. Nee, we zijn ook in anderhalf jaar tijd hebben we heel weinig regen gehad. Toevallig januari een uitzondering, maar ja. Ja, want een zachte winter. Ja, het is fantastisch. Gordy, sport jij met vrienden ook? Met de vriendin samen, ja. Het is echt een wekelijks uitje. Ja. Nou ja, meestal kom ik vaak alleen, maar meestal gaan we met z'n tweeën. Dat is het leukste. Want zij haakt af. Ze vindt het te zwaar. Ze is heel druk. Ze is heel druk. Maar zo zie je dat mensen dan met z'n tweeën komen en uiteindelijk een weg in de groep vinden. Ja, en dat ze dan toch alleen durven te komen. Ja. En dat is heel fijn. Ja. En want is het voor jou nou een fulltime job dit? Of doe je nu hiernaast nog iets anders? Het is ooit een fulltime job geweest. Maar ik heb hiernaast nog een andere baan. Ja. Okay. Ja. Maar dat heeft niks met sport te maken? Totaal niet. Nee. Nee, dit is echt mijn passie. En ik heb vroeger ooit aan topsport gedaan en zo ben ik een beetje les gaan geven, maar daarnaast altijd blijven studeren. Dus dit is echt een passie voor mij, ja. En je zegt topsport, heb je daar nou ook echt iets aan nu? Is het lesgeven dan echt? Of? Ja, absoluut. Kijk, als topsport zijn is het niet altijd het walhalla, hè. Soms heb je het ook heel erg zwaar. Dus je kunt je ook heel goed indenken, mensen die iets mindere conditie hebben, die dan ook een bepaalde conditie moeten opbouwen. Ja, dat het dan zwaar is of dat ze veel spierpijn hebben. Of ja, dan heb ik in mijn topsport natuurlijk ook gehad. Dat je op een bepaalde grens zit, dat je niet meer kunt, maar toch door de trainer doorheen geholpen wordt. En dat probeer je dan nu ook te doen, op ieder niveau. Ja. En als mensen nu twijfelen, wat zou jij gaan zeggen om ze over de streep te halen om toch te bootcampen? Het allerbelangrijkste is je gezondheid. En met bootcamp werk je zeker aan je gezondheid. En dat is het allerbelangrijkste. Dus gewoon meekomen doen. Iedereen kan bootcampen. Het zijn altijd dingen die je niet kunt, maar die houden je ook op de bank. Er zijn ook zoveel dingen die je wel kunt. Ja. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel voor jullie komst. Okay. Hartstikke goed. Ja, en over strak de zomer in. We kunnen natuurlijk gaan bootcampen, maar we kunnen ook even kijken naar de schijf van 5. De schijf van 5 laat zien hoeveel en wat voor eten je lichaam nodig heeft om gezond te blijven. En dat is makkelijker dan je misschien denkt. Neem elke dag genoeg uit elk vak, varieer en geniet. We beginnen met groente en fruit. Je lichaam heeft beide elke dag nodig. Eet elke dag tenminste 250 gram groente. Paarse aubergines, oranje worteltjes, groene ertjes. Elke dag variëren is heel makkelijk als je eet in alle kleuren van de regenboog. En dan fruit. Eet elke dag tenminste 2 porties. Een appel en een banaan bijvoorbeeld. En een handje gedroogd fruit kan er ook bij. Bijvoorbeeld in je muesli of in je curry. Elke dag voldoende brood, graanproducten en aardappelen. Ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. En natuurlijk met een volkoren update. Dus volkoren brood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, volkoren couscous. Heerlijk allemaal. En je lichaam is je hartstikke dankbaar voor al die vezels. Ook producten uit het eiwitrijke vak dragen bij aan je gezondheid, waarbij het gaat om de afwisseling tussen dierlijke en plantaardige producten. Neem elke dag wat zuivel, bijvoorbeeld melk, yoghurt en kaas. En maak je boterham met kaas nog smaakvoller met tuinkers of komkommer. Of verdacht je van huttekezen met reepjes paprika en peper. Of mozzarella met tomaat en basilicum. Hé, lekker! Nootjes.
Elke dag wat ongezouten noten zijn ook goed voor je lijf. Ongebrand, gebrand of geroosterd, alle ongezouten noten zijn goed. Minder vaak vlees en meer plantaardig. Dat is de boodschap. En het is ook nog eens beter voor het milieu. Vervang elke week een keer je vlees door vis. En dan vooral door vette vis. Zoals haring, zalm, makreel of sardientjes. En ook peulvruchten zijn een echte aanrader. Zoals linzen, bonen of kikkererwten. En ook met ei kun je een keer je vlees vervangen. Je lichaam heeft vet nodig als bouw- en brandstof. En het levert vitamine A, D en E. Ga voor de goede vetten in zachte margarine en olie. Pak je groenten in wat zonnebloemolie, olijfolie gesprenkeld over de salade of margarine op brood. En tot slot water. Dat is belangrijk om de vochtbalans van je lichaam gezond te houden. Kies het liefst voor kraanwater, thee en gefilterde koffie. Dankjewel. De schijf van 5 biedt eindeloos veel mogelijkheden. Of je nu vooral Hollandse pot kookt of uit alle windstreken. Jij kiest elke dag weer. Ja, jij kiest elke dag weer. Hoe gaan we nou strak die zomer in? En wat mogen we nou allemaal wel en niet eten na de uitkomst van de nieuwe schijf van 5? Om daarover te praten met mij is diëtiste Carla van Mensvoort. Welkom. Carla, wat vind jij hier nu van? Ik denk dat het goed is dat er na zoveel jaren weer een nieuwe schijf van 5 is. Er is natuurlijk toch veel gebeurd op voedingsgebied de laatste jaren. Ja. Vanuit alle hoeken. En ik denk dat het goed is dat het voedingscentrum, of eigenlijk de gezondheidsraad, hè, want die doet alle onderzoeken. Ja, dus het is wel gebaseerd op heel uitgebreid onderzoek. Dus dat is goed, denk ik, dat daar een antwoord op gekomen is. Als ik naar zo'n filmpje kijk, dan denk ik, is het niet een beetje betuttelend en misleidend? Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar je moet er denk ik wel een beetje doorheen kijken en je eigen plan erbij maken. En dat is natuurlijk best wel lastig om dat te doen. Maar dat is wel nodig. Volgens mij een van de grootste veranderingen die ik zag was dat we meer noten en peulvruchten moeten gaan eten. Ja, dat is echt vernieuwend, zeg maar. De reden daarvoor is dat ze allebei invloed hebben op het bepaald deel van het cholesterol, het LDL-cholesterol. Dat is het ongezonde cholesterol. En daarmee zien ze dat het risico op bepaalde hart- en vaatziektes afneemt. Dus dat is waarom peulvruchten en noten hierin teruggekomen zijn. Hoe zie jij dat voor je? Wat adviseer jij de mensen dan hoe ze dat moeten doen? Ja. In het dagelijks leven? Ja, ja. Ja, noten, dat vind ik, dat is wel een mooi product, ongezouten noten. Alleen het is ook wel oppassen, want een klein handje noten, dat wordt voor heel veel mensen misschien wel een halve zak. En dat is, er bevatten heel veel gezonde stoffen. In noten zitten onverzadigde vetten die dat cholesterol verlagen. Er zitten ijzeren in, er zitten B-vitamines in. Maar er zit ook heel veel vet in en mm-hmm. veel calorieën. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat er niet te veel van gegeten wordt. Dus lekker met mate. Vers gefrituurde nootjes zo van de markt met lekker zout eroverheen. Dat... Nee. Zou jij niet adviseren? Nou, dat mag natuurlijk best een keer. Maar voor dagelijks gebruik is dat oppassen. Ja. Ja. Ik zag ook 250 gram groenten. Iedere dag. Ja. Volgens mij was het eerst 200 groenten. 2 stuks fruit. Klopt. Maar we zijn 50 gram omhoog gegaan. Ja. En heel veel landen zit het nog hoger qua groenteaanbeveling. Groenten kun je eigenlijk nooit te veel eten. Ja, het is nu 250 gram geworden. Ik zeg tegen al mijn cliënten, al zou het 400 gram zijn, is het ook nog maar hoe? Prima. Hoe is dat te doen dan? Je hoeft niet alles bij die avondmaaltijd te gebruiken. Hè. Veel mensen denken, dan moet ik 250 gram sperziebonen op mijn bord leggen en mm-hmm. dat krijg ik nooit weg. Maar je kan natuurlijk ook bij de lunch wat tomaat op je brood doen, komkommer of tussendoor, worteltjes, snoeptomaatjes. Je kan het spreiden over de dag. Eigenlijk moet ik met zo'n weegschaal op zak naar mijn werk gaan en leg ik eerst de tomaat op. Dan zeg ik, nu heb ik 30 gram. Oké. Als jij nu een menu zou moeten schetsen, hè, mm-hmm. aan ons en aan de kijker, yeah. volgens de schijf van 5, wat zou je dan zeggen?
Een dagmenu. Dat een dagmenu. Ja. Nou, een ontbijt zou bijvoorbeeld, dat kunnen gewoon bijvoorbeeld 2 sneetjes volkoren brood zijn, mm-hmm. met mager beleg. Maar het kan ook heel goed afgewisseld worden met bijvoorbeeld havermoutpap. Of iets van kwark of muesli. Of kwark of yoghurt met muesli. Yeah. Daar kan je eventueel dan ook dat handje noten in doen. Yeah. Er kan eventueel nog wat fruit bij. En dan heb je een heel voedzaam ontbijt. Nou, bij de lunch zou je, ja, of een paar sneetjes volkoren brood. Maar je zou ook eens een keer een salade kunnen nemen. En dan een salade met een stukje vis erin bijvoorbeeld. Of kip of mm-hmm. ei, zodat het wel genoeg verzadigt. Mm-hmm. En bij het avondeten een stukje vlees en regelmatig vis. Af en toe een keer peulvruchten, wat in een nieuwe schijf gepromoot wordt. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld 1 keer per week je vlees te vervangen door peulvruchten. Mm-hmm. Peulvruchten, linzen zijn dat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Bruine bonen, mm-hmm. Kikkererwten en dan veel groente erbij. En daar mag best wel een aardappel bij zitten of iets van rijst of pasta. Alleen dan wel weer liefst volkoren rijst of zilver, of volkoren pasta of zilvervliesrijst. Ja. Ja, en dan, de meeste mensen die zetten zo'n pak vla op tafel. Ja, mag best een beetje, geen probleem. Ja, want ik hoor altijd melkproducten na een avondmaaltijd, dat breekt het ijzer af en schijnt helemaal niet goed te zijn. Ja, maar dat valt reuze mee. Er zit, als je gewoon een goede maaltijd hebt, zit daar genoeg aan ijzer in. En dat je daar nog wat vla of yoghurt achteraan eet, dat doet daar niet meteen afbreuk aan. Nee. Ik hoor al die mensen, ik zat zo een beetje op internet te kijken aangaande dit geheel. We hebben het allemaal over BMI. Ja. Wat is nou het BMI? Dat staat voor Body Mass Index. Dat is een formule. Gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat. Ja, kan je zelf uitrekenen, maar er zijn heel veel sites die dat zo berekenen. En dat zegt eigenlijk iets over, heb je een gezond gewicht? Heb je overgewicht? Heb je obesitas? Dus de mate, de uitkomst geeft aan in welke categorie iemand valt. Ja. Het zegt niks over je vetpercentage, want dat wordt vaak verward met elkaar. Ja, want ik zag op internet onder andere dat sommige deskundigen die zeggen dat je niks kan afleiden uit een BMI, maar dat de buikomvang eigenlijk leidend is voor al dan niet overgewicht. Hoe vind jij dat? Ja, kijk, vaak gaat het wel hand in hand. Maar bijvoorbeeld sporters die een hele grote spiermassa hebben, hebben mogelijk een hoger gewicht en een hogere BMI. Terwijl ze wel een goed vetpercentage hebben. Dus, maar mensen die recreatief sporten, heel vaak geeft de BMI wel een bepaalde indicatie. Alleen, ik meet altijd de buikomvang naast de BMI. Omdat buikomvang iets zegt over mogelijk buikvet. En mm-hmm. buikvet is eigenlijk vet wat echt in de buikholte zit. En dat is schadelijker voor de gezondheid. Waarom? Dat kan heel veel processen verstoren. Wat daar precies aan te grondslag ligt, ja, dat is een ingewikkeld verhaal mm-hmm. en is ook niet altijd helemaal duidelijk. Mm-hmm. Maar het is wel, als er echt vet bijvoorbeeld bij je organen zit, in de lever bijvoorbeeld, het kan processen verstoren. Dat kan je cholesterolwaarde beïnvloeden, je bloeddruk, diabetes veroorzaken. Dus dat is echt een risicofactor voor heel veel hart- en vaatproblemen. Wat ik soms niet begrijp, Carla, is dat we zien soms van die reclames op televisie. Hè? Oh, ik ben 20% omlaag gegaan in mijn cholesterol. En vervolgens een paar maanden later lees ik weer een artikel. Nee, we moeten allemaal roomboter blijven eten, want dat is veel beter dan de hele margarines. Dat is een hele discussie. En daar staan de wetenschap en heel veel professionals of goeroes vanuit heel veel verschillende stromingen wel een beetje tegenover elkaar. Hè? Ja. Vanuit de wetenschap zeggen we, roomboter bevat veel verzadigd vet. En dat is eigenlijk hard vet. Hè? Roomboter is ook een harde botersoort. Hè? Waarbij dan gezegd wordt, dat is mogelijk nadelig op je LDL-cholesterol. Dat is dat slechte cholesterol. Maar het is wel een natuurlijk product. Ja, daar zitten weinig toevoegingen mm-hmm. in. Dus vanuit dat oogpunt zijn veel mensen er toch voorstander van. Ik zeg altijd, probeer dingen te variëren.
Gebruik niet alleen maar roomboter, maar gebruik voor het bereiden van je warme maaltijd ook eens olijfolie of vloeibare bakvetten. Yeah. Dat je de verschillende vetsoorten gevarieerd gebruikt. Maar klopt het, jij bent diëtiste, klopt het? Want ik hoor het over meerdere producten. Want we leven in een tijdperk waar alles maar toegevoegd wordt. Hè. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Mm. Ik ben heel erg van de puurheid. Yeah. Klopt het, ik las ook iets van de cola, normale cola en cola light. En cola light schijnt nog slechter te zijn dan normale cola. Ja. Of kunnen we vanuit gaan, de pure dingen zijn eigenlijk nog steeds beterder dan de producten met toevoeging? Dat ligt er ook aan over wat voor een product je het hebt. Cola, gewone cola, zit natuurlijk gigantisch veel suiker in. En suiker is eigenlijk niet goed om veel te gebruiken. Mm-hmm. Daar gebeuren allerlei processen in je lichaam. Mm-hmm. Als je cola of andere frisdrank drinkt, je suikerspiegel in je bloed stijgt. Mm-hmm. Je lichaam gaat veel insuline maken. En dat bevordert dan weer de vetopslag. Kijk, enerzijds kan je zeggen cola light, hè, daar zitten geen vrije suikers in. Mm-hmm. Die zoetstoffen hebben geen invloed op je bloedsuikerspiegel. Hè, dus is dan mogelijk gezonder. Maar heel veel zoetstoffen is natuurlijk ook oppassen. Ja, dus ik denk dat met mate heel belangrijk is als je light gebruikt, vooral voor kinderen. Want ik merk dat veel ouders aan kinderen allerlei light producten geven. En dan denk ik, ja, die zoetstoffen, daar zit een maximale dosis aan wat je per dag binnen mag krijgen. Dus moet je heel erg voorzichtig mee zijn, vooral bij kinderen. Hm. En wat is volgens jou de reden dat overgewicht steeds meer zichtbaar is eigenlijk bij volwassenen? Hoe bedoel je dat precies? Ja, je ziet steeds meer, we krijgen natuurlijk een heel groot probleem. Hè? We zien steeds meer dikkere mensen, om het heel plat gezegd. Ja. Ik denk dat een combinatie is van heel veel factoren. We bewegen steeds minder. We proberen wel mensen aan te zetten tot sporten, maar ook dagelijks bewegen, wandelen, fietsen. Eigenlijk zou iedereen toch wel een uurtje per dag aan beweging moeten doen. We hebben natuurlijk een omgeving waar we iedere dag met eten geconfronteerd worden. Op tv door de reclames, ga je ergens op visite, worden er lekkere dingen op tafel gezet. Eigenlijk worden we de hele dag door met eten geconfronteerd. Dus denk je dat de overgewicht in samenspraak staat met welvaart? Ik denk het zeker wel. Ja? Ja. Ja. Meer te besteden? Meer te besteden, veel aanbod. En de industrie wil dat aanbod natuurlijk ook graag aan de man brengen. En ja, veel mensen zijn daar ook wel gevoelig voor. Ja. Dan moet je soms heel stevig in je schoenen staan om daar je grens in te trekken. Toch niet de chocolaatjes. Dat is eigenlijk wat de schijf van vijf dan zegt, om er even daarop terug te grijpen. Al die extra dingen, koek, snoep, alcohol, het mag allemaal wel, maar ja, daar moet je echt wel proberen je grenzen te bewaken. En dan komen we bij het volgende. We hebben een mooi bruggetje. Een aantal diëtisten die bieden voortaan supermarktrondleidingen aan. Ja. Wat betekent dat concreet? Ja. Heb ik ook wel eens gedaan. Dat betekent dat je met één iemand of met een heel groepje mensen naar de supermarkt gaat. En dan ga je mensen leren hoe ze een etiket kunnen beoordelen. En ook van wat is nou bijvoorbeeld 200 of 250 gram groente. Dan laat ik mensen dan ook afwegen. Van ga maar eens sperziebonen afwegen. Wat heb je nodig om die hoeveelheid om aan die hoeveelheid te komen? En waar moet je nou op letten als je een etiket ziet? Want mensen moeten uiteindelijk zelf hun keuzes kunnen maken. En daar probeer je ze wegwijs in te maken. Ja. Zijn de grote, ik mag geen namen noemen, maar de grote ketens die allemaal alle verpakkingjes maken waar allemaal toevoegingen in zitten, zijn die nou fan van een diëtist of niet? Weet ik niet. ik denk dat sowieso inderdaad de tendens wel is dat meer natuurlijk eten. Als jij naar de supermarkt in loopt en je zegt van nou dit mag je absoluut niet, nou. Maar dat is altijd, het is altijd een genuanceerde boodschap. Hè? Ja. Want heel veel dingen zijn natuurlijk niet goed als je die iedere dag zou eten of als je daar heel vaak veel van zou eten. Het ligt eraan hoe vaak gebruik je iets. Ja. Tot slot, heb jij nog een goede tip zodat we door voeding toch een beetje strak die zomer in kunnen?
Ja, ik denk dat natuurlijk eigenlijk het hele jaar door dat je een bepaalde gezonde basis zou moeten volgen. En dat je niet moet verwachten van, oh, er moet nu in 2 weken tijd 5 kilo af, nee. Want ik wil mijn bikini aan. Maar ik denk het hele jaar door zorgen dat je niet te veel dranken met suiker gebruikt, niet te veel frisdrank, niet te veel ranja, maar gewoon water, thee en veel groenten en fruit. En verder eigenlijk proberen, waar we het straks over hadden, je maaltijden. Ja, gewoon ontbijt, lunch, avondmaaltijd. Zorgen dat je dan voldoende eet, zodat je tussendoor niet te veel nodig hebt. Goed hè. Dus ik denk dat dat een belangrijke basis is. Op naar een strakke zomer. Dankjewel Carla. We zijn er weer doorheen. Dit was hem. Over 2 weken zijn we er weer. Ik wens jullie allemaal een fijne avond.